Ik wil graag oefeningen met u doornemen voor de buigen van de elleboog. De belangrijkste spier hierbij is de biceps brachii. De eerste oefeningen die ik doorneem zijn losmaakoefeningen. Hiervoor is het, wat je doet, is het buigen en het strekken van de elleboog. Dit kan langzaam, kan je langzaam doen, maar kan je ook wat sneller doen. Dus dan ga je snel buigen en strekken. Of langzaam. Tweede blok oefeningen zijn de rekoefeningen. Hiervoor breng je de arm naar achteren. En de duim laat je richting lichaam wijzen. Dus je brengt hem naar achteren, houdt de rek even aan. En weer terug. Arm iets van het lichaam. Arm naar achteren bewegen. Duim richting lichaam. Even de rek aanhouden. En weer terug. Derde blok oefeningen zijn de krachtoefeningen. Dus bij aanspanning buigt de spier, de bicepsspier. Dus je gaat hem buigen en weer laten zakken. Buigen en weer laten zakken. Je kan ook weer die spier die buigt, niet alleen maar die draait ook naar binnen toe en draait iets naar buiten toe. Dus naar binnen toe en naar buiten toe. Oefening kan verzwaard worden met een gewichtje. In ieder geval kan je een flesje water gebruiken. Dus elleboog buigen en strekken. Buigen en weer terug. En buigen met een draai naar binnen toe. En buigen met een draai naar buiten toe. Naar binnen. En naar buiten. Of recht naar je toe buigen. Ook weer verzwaard worden met een elastische band. De uiteinden hou je, leg je op de grond en zet je je voet op. Dus je buigt de elleboog en weer terug. Buigen en weer terug. Buigen en weer terug. En buigen met een draai naar binnen. En buigen met een draai naar buiten. Met een draai naar binnen. En met een draai naar buiten. Krachtoefening kun je ook nog op een andere manier doen, zogenaamde excentrische krachtoefening. Dan breng je hem in buiging, dus je hebt hem aangespannen. En vanuit die aanspanning ga je hem op rek brengen. Dat wil dus zeggen excentrische oefening. Dus je hebt hem gebogen, je duwt hem met de andere hand in strekking. Dus je duwt hem in strekking. Je hebt hem gebogen, aangespannen en je laat voor mij dan de linkerhand laat je winnen. Je duwt hem in strekking. Variatie kan je weer doen met het flesje. Dus je buigt hem met de andere hand en je laat hem zakken in strekking. Dus je buigt hem met de andere hand. Hij is aangespannen en vanuit die aanspanning laat je hem zakken. Je buigen en je laat hem zakken. Buigen en je laat hem zakken. Kan ook weer met de elastische band. Voet op het ene uiteinde. En je buigt hem met behulp van de andere hand en je laat hem zakken in strekking terwijl hij door die band dus op spanning staat. Buiging en je laat hem zakken. Buiging en je laat hem zakken. Buiging en je laat hem zakken. Dit waren oefeningen voor de buigers van de elleboog. Nalezen op de website Fysiotransparant. Neem de oefeningen met de fysiotherapeut door en die geeft aan met welke intensiteit u de oefeningen kan doen. Succes met de oefeningen!